Ja. Doet dit pijn als je dit... Ja, als je dit ziet, doet het wel pijn. Iemand zei het gisteren heel treffend. Van, iedereen stond op de vliegtuigtrap voor het vliegtuig naar Madrid. Maar het vliegtuig reed weg en ja, vloog weg zonder passagiers. Zonder Amsterdamse passagiers. En zo voelt het een beetje. Ik denk dat iedereen al had geboekt. De tickets wilde gaan bestellen. En klaar was voor de finale. Ja, toneelstuk kan je oefenen en dan weet je hoe het eindigt. Maar dit is bizar. Een hat-trick van Lucas. Ja. Ongeloof. Ik was zelfs nog verbaasd. Zelfs na deze goal kreeg Ajax volgens mij nog een minuut. Het ging zo lang door en ik dacht meteen, oh, Onana had nou niet zo tijd lopen rekken. Had hij al lang afgefloten, maar dat is natuurlijk allemaal onzin. Ja, het ging maar door. Erik ten Hag heeft het hele seizoen doorgeroepen. Er is 24 uur de tijd om te feesten en er is 24 uur de tijd om te rouwen. Ja, dit zal iets langer duren dan 24 uur, denk ik. Want deze mokerslag komt gigantisch hard aan. Maar ik heb het hem op de persconferentie gevraagd. Van, kan dit ook een motivatie zijn? En ja, dat gaat hij proberen. Want word je ook geen kampioen, ja, dan heb je slechts het bekertje na een geweldig seizoen. Kijk, als je vooraf gedoodverd favoriet bent, bijvoorbeeld zoals Barcelona. En als je dan uitgeschakeld wordt, nou, die zijn gelukkig al landskampioen voor hun. Maar stel dat je dan nog moet strijden voor het landskampioenschap, dan kan ik me wel voorstellen dat er iets compleet gebroken is. Maar binnen dit team, het is toch nog steeds, niemand had van tevoren gedacht dat Ajax een finale ging halen. En ineens gingen we daar allemaal van uit. Dus hoe groot de pijn ook is, ik verwacht niet dat ze nu ineens het niet meer op kunnen brengen, nee.